Waarom deze training? Eigenlijk een heel logisch gevolg van de vragen die wij kregen van mensen na de presentatie van ons boek. Zij kwamen naar ons toe met de vraag: kun je geen concrete handvatten geven? Tips om te zorgen dat ik zelf weer regisseur word van mijn eigen leven. En daarom hebben we deze training gestart. En die ziet er als volgt uit, Benno. Zeker. Het model laat zich herkennen door 8 stappen. De 8 stappen zal ik kort met je doorlopen. Eerst is vallen. Hoe komt het nu dat je eigenlijk onderuit bent gegaan? Wat maakt dat je eigenlijk geen grond voelt onder je voeten? Dan gaan we naar stap 2. Drang tot rehabilitatie. Wat heb je nodig om weer urgentie te voelen? Wat heb je nodig om weer in beweging te komen? Vervolgens stap 3. Inzicht. Welke kennis heb je nodig van de kunde en de kunst van jezelf om datgene te doen waar je graag voor staat? Dit zijn 3 belangrijke stappen. Gaan we naar de laatste 5. Dan beginnen we met willen, kunnen, durven, mogen en regieschap. Dat zijn de 5 bewegingsstappen. Die 5 brengen jou in beweging om te kunnen komen tot regisseur om datgene waar je graag voor staat. Ofwel, hoe kan ik mijn leven opnieuw invulling geven door het maken van eigen comeback? Wat typeert het model nog meer? Er zijn 3 belangrijke kenmerken. A. We laten jou geforceerd door die 8 stappen toewerken naar je eigen comeback. Dus geforceerd en je kunt daar de tijd voor nemen die je ervoor nodig hebt. De tweede is, hij is door de praktijk gevormd. En de praktijk, zeg maar, is de beste leermeester. En de praktijk laat ze terugvinden in deze 8 stappen. En het allermooiste is, je gaat terug naar eigen oorspronkelijkheid.